biodiversiteit. En zoals het filmpje net al vertelde, zijn alle dieren ontzettend belangrijk voor elkaar. Deze sprongen gebruiken zeeleeuwen in het wild om... Nou, er zijn een paar oplettende kijkers onder ons. Ik hoorde het goede antwoord al. Dat zijn natuurlijk de haaien. Maar ook de orka's zijn heel erg gevaarlijk voor zeeleeuwen. Die zwemmen sneller dan dat zeeleeuwen dat kunnen, helaas. Alleen zeeleeuwen zijn in het water veel behendiger. Dus door die scherpe bochten en hoge sprongen te maken, hopen ze dan toch zo'n haai of zo'n orka te kunnen afschudden. Ik zei het net natuurlijk al, iedere zeeleeuw klinkt natuurlijk anders. Ze kunnen allemaal anders brullen. En misschien is het wel leuk om even naar Pip te luisteren hoe zij klinkt. Van al onze zeeleeuwen kan Pip wel een van de hardste brullen maken. Maar verder, later in de voorstelling, zullen jullie Loes is een beetje een bijzonder dier. Die is namelijk 27 jaar oud en dat is al best wel oud voor een zeeleeuw. En dat beginnen we ook een beetje aan haar te zien. Nou, op dit moment heeft ze een beetje last van haar ogen. Nou, dat is een bekend probleem bij oudere zeeleeuwen. Ze houdt ook haar linkeroog helemaal dicht. En daar wordt ze wel voor behandeld, maar van door onze dierenarts, maar zoals ik al zei, dat is voor oudere zeeleeuwen een bekend probleem. Maar ze wil wel nog heel erg graag meedoen aan de voorstellingen, dus we gaan haar zo meteen toch even aan jullie voorstellen. Maar dan weten jullie in ieder geval... Zeeleeuwen voelen zich thuis op het land en in het water. Maar bij geboorte kunnen ze nog niet goed zwemmen. Ze kunnen net als veel andere zoogdieren al snel lopen, maar pas na een paar weken krijgen ze hun eerste zwemles. Het antwoord is nee! Zeehonden hobbelen op borst en buik over het land. In tegenstelling tot zeehonden kan de Californische zeeleeuw zich heel goed over het land voortbewegen. Hij kan zich van de grond opheffen op zijn voor- en achterflippers. Hij kan snelheid maken en zelfs glijden. Zo glijden ze snel van de rotsen. Dan de laatste vraag. Denken jullie dat een zeeleeuw ook goed kan spetteren?
applaus voor de zeeleeuwen en hun verzorgers. Bedankt voor jullie aandacht en nog een hele fijne dag in Ouwehands Dierenpark.